Hallo, welkom allemaal bij het college pijnmedicatie als onderdeel van de college reeksen voor gezondheidswetenschappen. Vandaag gaan we het hebben over wat is pijn nou eigenlijk en daarna gaan we het hebben over de soorten analgetica, dus de soorten pijnstilling. En aan de hand van drie aandoeningen wil ik graag voorbeelden geven van een pijnbehandeling. En we sluiten nog af met een casus. Nou, waarom is pijnmedicatie als onderdeel gekozen voor deze college reeksen? Ten eerste is pijn natuurlijk een veel voorkomend probleem en de pijnbehandeling is dan ook een veel voorkomende behandeling. Maar we weten ook van de medicatiegerelateerde opnames in Nederland en het ziekenhuis die te voorkomen zijn, dat een groot deel daarvoor wordt veroorzaakt door NSAID's. Daar komen we zo op, maar dat zijn bijvoorbeeld de ibuprofen en de diclofenac. Want die kunnen zorgen voor gastrointestinale bloedingen. Maar bijvoorbeeld ook de opiaten staan hierbij. Denk bijvoorbeeld aan morfine, waarvan we weten dat die voor obstipatie kunnen zorgen. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Nou, pijn. Wat is pijn nou eigenlijk? Pijn wordt gedefinieerd als een onaangename, sensorische en emotionele ervaring die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging. En de functie van pijn is eigenlijk dat wij als mens graag dreigende weefselbeschadiging willen signaleren en daardoor dus zoveel mogelijk vermijden. Want je kan je voorstellen dat als jij bijvoorbeeld, even een makkelijk voorbeeld, als jij voelt dat een pan heel warm is en eigenlijk te heet, dan is er natuurlijk een dreiging dat het kan verbranden. En dan haal jij je hand weg. Nou, soms ben je natuurlijk te laat en is je hand al verbrand. En dan voel je daarna alleen nog maar meer pijn, want dan is die weefsel daadwerkelijk ook beschadigd. Dus daarom staat dreigen natuurlijk tussen haakjes, maar we proberen daarmee onszelf te beschermen dat we dreigende weefselbeschadiging voorkomen. Maar ook als het eenmaal beschadigd is, is het een manier van het lichaam om het signaal door te geven aan de hersenen waar die beschadiging dan zit. Nou, die pijn kunnen we ook nog opdelen, bijvoorbeeld acute pijn, subacuut. Maar natuurlijk ook de chronische pijn die we kennen en die wordt dan gedefinieerd als langer dan 6 maanden. Nou, pijnbeleving, het is niet enkel het doorgeven van die signalen. Er wordt natuurlijk heel erg kan beïnvloed worden hoe die pijnbeleving is. Bijvoorbeeld door psychische factoren, sociale factoren, maar ook culturele factoren. Maar ook subjectief. Pijnbeleving per individu kan natuurlijk verschillend zijn, maar ook binnen een individu kan deze verschillen. En die is dan natuurlijk ook weer afhankelijk van bijvoorbeeld een angst of een depressie, maar ook of iemand afgeleid wordt of niet. Nou, de pathofysiologie van pijn. Hoe worden wij gewaar dat er ergens pijn is of dus weefselbeschadiging? Ik heb hier geprobeerd simpel na te tekenen hoe dat ongeveer zit, waarbij ik een voorbeeld van de huid heb genomen. Dus die pijl moet je zien als een dreigende weefselbeschadiging, waarbij er de zenuwen zijn, bepaalde zenuwen die pijn kunnen waarnemen, de nociceptoren, die zijn hier genoemd. En wat er gebeurt is dus je hebt gewaarwording van weefselbeschadiging, dat is die pijl, dat wordt nociceptie genoemd, waarbij je daarna gaat het lichaam chemische mediatoren afgeven, bijvoorbeeld prostaglandines en bradykinine. Dat zie je hier. Waardoor er eigenlijk die nociceptoren in die zenuwen worden geprikkeld. En dan komt er dus een zenuwgeleiding op gang. En die kan natuurlijk helemaal naar de hersenen worden verwerkt. En dan ben je dus gewaar van de pijn. Of dus de weefselbeschadiging. Nou, de soorten analgetica. Welke kennen we allemaal? We beginnen met de paracetamol. Maar paracetamol is eigenlijk de meest gebruikte pijnstiller ter wereld. En dat is toch best bijzonder, want het exacte werkingsmechanisme weten we eigenlijk nog niet zo goed. Wat we wel weten is dat het heel goed analgetisch, dus pijnstillend en antipyretisch werkt, dus koortsverlagend. Maar wat belangrijk is om te beseffen is dat het geen anti-inflammatoire effect heeft. Dus het doet niks op de ontsteking in het lichaam. Daar komen we zo later op terug, want andere pijnstillers kunnen dat wel. Nou, de veiligheid. Het is eigenlijk een zeer veilige pijnstiller en het is heel fijn dat het ook geschikt is voor patiënten met bijvoorbeeld een slechte nierfunctie, waar we zo op komen dat NSAID's dat vaak een contra-indicatie is. Maar wat wel belangrijk om te beseffen is, en dat is ook al eerder benoemd in een ander college over intoxicaties, is dat het wel een gevaarlijk middel is bij overdosering. En als dat niet op tijd kan worden behandeld. Hoe zat dat ook alweer? Even terug. Nou, paracetamol wordt dus op verschillende manieren gemetaboliseerd, maar ook uitgescheiden. En een klein deel wordt nog door de lever ook nog eens verwerkt, waarbij een toxisch afvalproduct eigenlijk vrijkomt. En die heeft jouw lichaam iets heel moois op bedacht, namelijk glutathion. Want die zorgt ervoor dat dit stofje dan wordt omgezet in juist een niet-toxisch metaboliet. Het probleem is echter, als je dosering dus te hoog is, dan is jouw glutathionvoorraad niet genoeg eigenlijk. En dan put die op een gegeven moment ook op.
of put die uit. En dan kan je niet meer dat metaboliet niet toxisch maken. Nou, dit giftige stofje zorgt dan eigenlijk dat de hepatocyten, dus levercellen, kapot gaan. En dat is nou zo gevaarlijk. Nou, wat is ook nog een probleem is dat je vaak ziet bij alcoholisten of mensen die erg ondervoed zijn of een ernstige ontsteking hebben, een sepsis, dat die glutathionvoorraad ook al minder is. Dus dan is je voorraad al sneller uitgeput. Dus in principe is paracetamol een veilig middel, maar bij te hoge dosering of in het geval van zo'n risicocategorie moet je heel erg oppassen. Dan de NSAID's, ik noemde ze net al. NSAID's kennen jullie waarschijnlijk in de vorm van ibuprofen en diclofenac. Begin ik eigenlijk met dit plaatje. Hier staan allemaal verschillende soorten NSAID's. En NSAID staat voor Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug. En er zit dus non-steroidal, dus aan de andere kant hebben we dan ook even de steroïden weergegeven. Wat zien we nou eigenlijk in dit plaatje? Nou, om in het lichaam bepaalde endoperoxides te maken, dat maken we uit het stofje arachidonzuur. En uiteindelijk worden vanuit die endoperoxides worden bepaalde stofjes gemaakt, en onder andere dus prostaglandines. Nou, die hebben we al eerder gehoord, dat stofje is dus betrokken bij de gewaarwording van pijn. Onder andere zien we ook tromboxaan A2 staan, dat heeft weer te maken met trombocytenaggregatie. Daar wordt verder op ingegaan in het college angina pectoris. Maar goed, even terugkomen tot die prostaglandines, die zorgen dus voor die pijngewaarwording. Dus je kan je voorstellen, als je dit zou kunnen remmen, dan zorg je dus ook dat er minder pijngewaarwording is. Nou, dat is precies wat die NSAID's bijvoorbeeld doen. Die rem het enzym cyclooxygenase. Dat wordt ook wel afgekort met het COX-enzym. En je kan je voorstellen, als je dit remt, zorg je dus voor minder prostaglandines en dus minder pijngewaarwording. En aan de andere kant, zei ik het al, hebben we dus ook de steroïden staan. Die zorgen uiteindelijk ook voor dat er, dat is ook remmend zoals je ziet. Die kunnen dus ook zorgen voor minder van die stofjes. Steroïden kennen we ook uit de geneeskunde als anti-inflammatoire middel. Dat zijn de NSAID's dus ook. En dat verklaart ook straks een deel van de bijwerkingen die we gaan bespreken allemaal. Waarbij het dan belangrijk is dat we nu elke keer alleen maar gaan focussen op dit stukje van de metabolisme, dus de NSAID's. En alle bijwerkingen die we bespreken hierover richten zich dus dan ook op dit middel. Dus dat is even belangrijk om in het achterhoofd te houden. Nou, de NSAID's die werken dus ook pijnstillend, ook koortsverlagend, maar hebben dus ook een antiflogistische werking. Dat is hetzelfde als die anti-inflammatoire werking, ofwel ontstekingsremmend. Nou, ik noemde net al de afkorting, de non-steroidal anti-inflammatory drugs. En het is dus een cyclooxygenase remmer, dus een COX-remmer. Ze hebben interactie met antistollingsmiddelen. Nou, dat is dus wat ik net probeerde even kort aan te stippen met die tromboxaan A2, die ook dus waar de NSAID betrokken bij is. Daar wordt dus verder op ingegaan bij het angina pectoris college. Maar ook met bepaalde antihypertensiva. NSAID's in het algemeen kunnen zorgen voor een hogere bloeddruk. Dus dat sowieso. En verder gaan we ook nog even bespreken hoe dat dan precies zit met de ACE-remmer. Contraindicaties zijn dan bijvoorbeeld hartfalen. We weten dat NSAID's het hartfalen kunnen verergeren. Dus dat is daarmee een contraindicatie. Ook nierfunctiestoornissen, want de NSAID heeft invloed op de nier. Maar ook kunnen bepaalde soms is astma ook een contraindicatie, omdat je ook met een NSAID een astma-aanval kan uitlokken. Het gaat even te ver hoe dat precies werkt. Maar dat is wel een bekende bijwerking. En hart- en vaatziekten in het algemeen. Het is niet een keiharde contraindicatie, maar daar moet wel altijd goed overwogen worden welk middel je dan start. Nou, de bijwerkingen, daar ga ik even wat verder op in. En daarmee hopelijk ook wordt de werking ook wat duidelijker die ik net even kort heb genoemd. Om te beginnen bij de maagulcera, maagulcus, oftewel maagzweer. Nou, maagulcera, dan gaan we weer terug naar het plaatje. Want we hadden al gezegd, die NSAID's die remmen dus die cyclooxygenase en daarmee die prostaglandines. Maar prostaglandines hebben we niet alleen in het lichaam om pijn waar te nemen en dat signaal te kunnen doorgeven, maar ook hebben we prostaglandines nodig in de maagwand. Namelijk, die zorgen voor een eigenlijk zo optimaal mogelijke maagslijmvlies. Waardoor jij je maag beschermt tegen de zure omgeving van de maaginhoud. Als je die bescherming minder hebt, omdat je die prostaglandines dus remt,
die zorgen ervoor dat jouw maagwand eerder een zweer kan ontwikkelen, dus een maagulcus. En daarom zijn de NSAID's kunnen dus daardoor die maagulcera veroorzaken. Nou, wat kunnen we daartegen doen? Mag je dan niemand meer een NSAID geven? Zeker niet. We kunnen ook de maag, als je bijvoorbeeld iemand een NSAID voorschrijft die aan bepaalde risico voldoet, waarbij dus leeftijd een belangrijke rol speelt, maar natuurlijk ook als iemand al überhaupt ooit een ulcus heeft gehad of andere complicaties met de maag, dan kan je daarvoor kiezen om bovenop de NSAID ook nog een maagbeschermer toe te voegen. Nou, en dan wil ik nog even kort aanstippen dat acetylsalicylzuur, ik weet niet of het iemand al was opgevallen, maar die stond ook in het rijtje links. Dit is eigenlijk officieel ook een NSAID. Maar acetylsalicylzuur kennen we eigenlijk voornamelijk. Het is ook van origine natuurlijk een pijnstiller, maar het doet het ook wat op de trombocytaggregatie. Die remt die en is dus ook een van de hoekstenen van de behandeling bij angina pectoris bijvoorbeeld. In principe gelden ook al die regels voor de acetylsalicylzuur, dus de aspirine. Alleen omdat die dosering in het algemeen lager is, omdat het vaak een andere indicaties betreft, kan je ervan uitgaan dat je als ezelsbrug je ongeveer 10 jaar altijd weer bovenop moet tellen. Dat kan je even helpen met wanneer je wel of niet een maagbeschermer moet voorschrijven bij het starten van deze twee middelen. Nou, wat ik ook nog even kort wil benoemen is hier dat het gebruik van co-medicatie ook al een hoger risico geeft op maagcomplicaties. Dan is het ook al een reden om dus zo'n maagbescherming erbij te starten. Dit zijn dus zowel middelen die kunnen zorgen voor ofwel meer kans op een maagulcus, maar ook meer kans op het bloeden, bijvoorbeeld uit zo'n maagulcus. Dat wil je natuurlijk ook niet. Nou, die NSAID's, die kan je ook nog opdelen, namelijk in niet-selectief en selectief. En daarmee doelen we op dat COX-enzym wat wordt geremd, dat kan je opdelen in COX-1 en COX-2. En als je niet selectief betekent dat hij niet specifiek op COX-1 of COX-2 gaat zitten. Daarvoor kan je kiezen als je dat voorschrijft, een niet selectief NSAID. Soms heeft iemand geen maagbescherming nodig, soms wel. Dan staat er opeens een PPI. Wat is een PPI? PPI is een proton pump inhibitor. Dat is dus juist zo'n type maagbescherming die je kan geven. En daar gaat een ander college verder op in. Maar daarvan is het belangrijk om even kort te weten dat je dus met zo'n protonpomp inhibitor zorgt dat die maagzuurgraad omlaag gaat. Waarbij je dus minder kans kan krijgen op een maagulcus als je maagwand al minder goed beschermd is. Omdat je zo'n NSAID gebruikt. Nou, daar kennen we ook nog twee varianten van dat er al een combinatietablet wordt gegeven. Dat is altijd fijn als een tablet twee pilletjes in één kan worden gegeven. Want dat bevordert altijd de therapietrouwheid. En dan een selectief NSAID. Dit is dus een selectieve COX-2 remmer. Het voordeel daarvan is dat het minder slecht is voor de maag, maar je hebt daardoor wel hogere kans op hart- en vaatziekten. Dus je ziet dat er heel veel, je hebt dus een overkoepelende term van die NSAID's, maar daaronder vallen weer heel veel verschillende soorten. Die kan je weer opdelen op heel veel verschillende manieren en onder andere dus of ze selectief of niet selectief zijn voor die COX-1 of COX-2. En daarvan weten dat die celecoxib, dus die selectieve COX-2, remmer, heb je in principe geen maagbescherming nodig, maar heb je dus helaas wel kans op die hart- en vaatziekten. Verder kiezen we liever bij cardiovasculaire problematiek liever geen diclofenac. En andersom, liever bij gastrointestinale problemen kiezen we liever niet voor naproxen. Uiteraard kan je dan nog steeds een protonpomp inhibitor, dus een maagbescherming, daarbij starten, mocht je echt per se voor de naproxen willen kiezen. Dan de cardiale bijwerkingen van de NSAID's. Dit is overgenomen van de NAG-standaard, want dit laat even mooi zien wat nou de adviezen zijn en het problemen. Nou, we weten dat ongeveer alle NSAID's eigenlijk enig verhoogd risico geven op hart- en vaatziekten. En daarom is het geadviseerd om deze niet voor te schrijven aan patiënten met aangetoond hart- en vaatlijden. Het is dus een advies, hè? Dus soms kan het niet anders en er moet altijd goed worden gekeken naar de keiharde contra-indicaties en de relatieve contra-indicaties. Maar hou hier altijd rekening mee. Nou, extra voorzichtigheid en eigenlijk is dus extra voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hypertensie, hartfalen en eigenlijk allemaal andere redenen waarom iemand misschien hart- en vaatziekte heeft. En bij naproxen lijkt het cardiovasculair risico dus eigenlijk het kleinst, maar zou dus wel weer heel erg gevaarlijk zijn of minder veilig in ieder geval voor de maag. Zo zie je dat je heel veel verschillende middelen voor verschillende bij patiënten met bepaalde co-medicatie en comorbiditeiten voor een ander middel kan kiezen. Dan nog de renale bijwerkingen.
Hier zien we een plaatje van de glomerulus. Dat is een onderdeel, dat is eigenlijk het filtertje van de nier. Daar heb je er dus heel erg veel van. En wat er gebeurt is dat je hebt een aanvoerend vat met het bloed. En dat zit dan in de glomerulus en dan gaat het vat weer weg, het efferente vat. Nou, prostaglandines spelen hierbij weer een rol. Namelijk dat prostaglandines zorgen er normaal gesproken voor in het afferente vat, dat het vat eigenlijk breder wordt, dus dilateert. Je kan je voorstellen dat als jij dus een NSAID neemt, dan rem je dus die prostaglandines, waardoor die vasodilatatie dus minder wordt. Dus je krijgt juist een vernauwing, dus vasoconstrictie, dat zien we hier. Dat zorgt van zichzelf al voor een verslechterde nierfunctie. Want GFR is een manier waardoor is een maat waarin wij nierfunctie kunnen noteren. Nou, wat er dan gebeurt als je zo'n NSAID neemt, krijgt dus constrictie, verminderde GFR, dus verminderde nierfunctie. Daarbij komt ook nog eens een interactie met een ACE-remmer. Dat ACE-remmers zijn behandeld in het antihypertensiva college. Wat gebeurt er met een ACE-remmer? Nou, de ACE-remmers zorgen juist dat het efferente vat open gaat staan. Dus eigenlijk vasodilateert. Wat gebeurt er nou als je dus een NSAID en een ACE-remmer tegelijkertijd inneemt? Ik vergelijk het altijd met dat je de kraan helemaal dichtdraait en je maakt het afvoerputje heel zo groot mogelijk. En daarmee gaat je GFR nog verder omlaag, dus je nierfunctie daalt nog meer, want de druk verdwijnt eigenlijk bijna. Dus dat is een hele slechte combinatie voor de nier. En daarbij is het ook nog eens belangrijk dat prostaglandines, die dus van belang zijn bij die vasodilatatie van het afferente vat, hoe ouder je wordt, hoe meer je afhankelijk ook bent van die prostaglandines hierbij. Dus deze bijwerking is nog ernstiger hoe ouder je wordt. Nou, dan de derde groep, de opiaten. Welke middelen vallen daar eigenlijk allemaal onder? Nou, de morfine, de oxycodon, de fentanyl, methadon en heroïne vallen allemaal onder de opiaten. Hoe werken deze opiaten nou eigenlijk? Nou, opiaten bezetten verschillende receptoren, namelijk de mu, kappa en delta receptor. Waarbij, wat er gebeurt, hoe werkt het dan pijnstillend? Doordat je die mu receptor activeert, krijg je dus analgesie, maar ook andere effecten, dus ademhalingsdepressie, euforie en ook dus fysische afhankelijkheid. En door die kappa receptor krijg je dus ook pijnstilling, maar ook pupilvernauwing, sedatie of dysforie. Dus je ziet al twee dingen die eigenlijk tegenover elkaar staan en dat verklaart ook dat dat sommige bepaalde opiaten mensen anders op reageren en ook sommige individuen anders op bepaalde opiaten reageren. En aan de hand van hoe zwaar een opiaat op welke receptor werkt, kan je ook verschillende bijwerkingen zie je dan meer op de voorgrond treden te ja of te nee. Nou, het is niet alleen maar die activering van die receptoren. Je ziet dat je daarmee ook een heel groot deel het limbisch systeem stimuleert, waarbij ook je emotionele pijnbeleving minder wordt. En ook doordat je die opioïdreceptor stimuleert, zorg je er ook voor dat die geleiding in die zenuwen waar we het eerder over hadden eigenlijk moeilijker wordt gemaakt. Dus die geleiding wordt gewoon minder. Nou, bijwerkingen zijn sufheid, ademdepressie en obstipatie en verslaving. En daar komen we zo nog even op. En interacties zijn natuurlijk andere middelen die sedatief kunnen werken, maar ook antihypertensiva, want daardoor hebben mensen sowieso een valgevaar als hun bloeddruk te laag wordt bijvoorbeeld. Of aan het begin dat mensen opstaan. En als je dus ook nog eens daarbij een opiaat gebruikt, dan kan je dat valgevaar eigenlijk verhogen. Nou, die obstipatie, hoe komt het eigenlijk? Doordat je die tonus toeneemt, maar de motiliteit, dus de beweging van de darm, afneemt, krijg je last van obstipatie en sommige mensen krijgen ook erg veel last van misselijkheid en braken. En daarom is het belangrijk dat je altijd zo'n opiaat of opioïde dient te combineren met een laxans. Denk bijvoorbeeld aan Movicolon. Net zeiden we ook al die verslaving en gewenning. Ik denk dat mensen deze middelen natuurlijk al vaker voorbij hebben zien komen. Ook op een slechte manier in het nieuws of wat dan ook. Want we zien inderdaad dat eigenlijk alle soorten opioïden, niet alleen de heroïne bijvoorbeeld, die bekend is natuurlijk van de verslavende middelen. Maar eigenlijk alle soorten opioïden of opiaten zie je dat daarbij helaas door overdoseringen vele doden vallen. Dit is dan een plaatje vanuit de Verenigde Staten van 2000 tot 2017. Dus dat is altijd een groot probleem geweest en nog steeds. En het neemt dus ook toe. Dus het is ook erg belangrijk van artsen om hier natuurlijk verantwoordelijk voor te schrijven en ook goed te vervolgen. Nou, zwak werkende opiaten. De opiaten hebben we net al een beetje opgedeeld in
De soorten die we kennen, maar je kan ze ook nog opdelen in zwakwerkend en sterkwerkend. Daarvan kennen we van de zwakwerkende opiaten de tramadol. Die zijn eigenlijk niet heel goed pijnstillend, want ze zijn niet heel erg selectief op die drie receptoren. En dat verklaart ook waarom bijwerkingen daar soms moeilijk van tevoren te voorspellen zijn bij personen. Dus je ziet vaak dat bij ouderen die bijwerkingen wat heftiger kunnen zijn. Dat ze dus niet selectief alleen maar op die pijnstillende receptoren aangrijpen. Codeïne, dat is een middel die we kennen als om de hoestprikkel te dempen. Wordt eigenlijk weinig gebruikt als pijnstiller, maar codeïne wordt voor 10% omgezet in morfine via het CYP-enzym, waar al eerder over is gesproken. Dan de sterkwerkende opiaten, dit zijn de morfine, oxycodon en fentanyl. Ze zijn in principe sterk analgetisch en dat komt voornamelijk omdat ze dus wel wat selectiever die mu-receptor binden in het centraal zenuwstelsel. Omdat ze ook dus direct binden op de zenuwplexus van de darmwand, krijg je daar dus die verminderde motiliteit en verhoogde tonus en daardoor krijg je dus ook obstipatie. Dus het is heel belangrijk dat je laxeert hierbij. Oxycodon kennen we in twee varianten, langwerkend en kortwerkend. Namelijk de oxycontin is de langwerkende en die oxynorm is de kortwerkende variant. En fentanyl, ook dus sterkwerkend. En wat daarvan altijd opvallend is, dat je het op heel veel manieren kan toedienen. Denk aan intraveneus, in een lollyvorm of in een pleistervorm. Dus dat is heel fijn aan het middel dat het op heel veel manieren kan worden toegediend. Dus als je bij bepaalde patiënten met comorbiditeiten bijvoorbeeld een orale toediening lastig wordt, is fentanyl altijd nog wel een fijn middel ook om te kunnen voorschrijven. Nou, dan gaan we het nu hebben over dus drie aandoeningen waarbij pijnbehandeling heel belangrijk is. Om te beginnen bij artrose deformans, dus de artrose. Wat is het eigenlijk? artrose wordt gekenmerkt door pijn. In principe wordt die verergerd door activiteiten, maar ook een kenmerkende ochtendstijfheid. Dus dat het in het begin, als mensen net wakker zijn, hele stijve gewrichten kunnen hebben. En wat het eigenlijk is, die mensen hebben dus gevoelige gewrichten. Eigenlijk is er dus slijtage van een gewrichten en dat zorgt op een gegeven moment ook voor een soort ontstekingsreactie, lokaal bij het gewricht. Mensen kunnen, als het langdurig aanwezig is, ook een soort crepitaties horen, dus een soort gekraak in hun gewricht, of voelen. En je ziet ook van die noduli, zie je hier op dit plaatje heel mooi weergegeven, die kenmerkend zijn. Nou, radiologisch heb je ook nog wat kenmerken van artrose. Wat ik al zei, het is een soort slijtage. Normaal gesproken hoor je eigenlijk tussen die knieschijven tussen het gewricht eigenlijk wat ruimte te zien. Hier zie je dat nog een heel klein beetje wellicht, maar dat is eigenlijk hier dus al helemaal verdwenen. Dus er is een heel erg versmalling van je gewrichtspleet. Soms kan je een soort osteofyte zien, een soort uitsteekseltjes van bot. Kiesten kunnen worden gevormd en je ziet ook sclerose van het bot. Wat is dan je therapeutisch doel eigenlijk? Nou, je wil natuurlijk eigenlijk zo graag bij dit soort mensen dat je de pijn wat kan controleren en daardoor de beperkingen kan verminderen en uiteindelijk dus de kwaliteit van leven verbetert. Nou, progressie voorkomen kan op verschillende manieren, maar dat is natuurlijk altijd wat je probeert. En verder kan je natuurlijk goede voorlichting geven. Niet medicamenteus, dat is dus ook deels om die progressie te voorkomen, is de gewichtsreductie. Want die slijtage kan je wel tegengaan als er minder gewicht en druk op die gewrichten staat. Fysiotherapie, spieren versterken, kan helpen. Maar ook bewegen op juist een goede manier. Bijvoorbeeld denk aan als iemand artrose heeft in de knie of pijn heeft bij het lopen in de knie. Dan kan bijvoorbeeld zwemmen wel een uitkomst bieden. Verder wordt er veel onderzoek gedaan of bepaalde voedingssupplementen nog hier aan kunnen bijdragen. Maar daar zijn onderzoeken niet altijd even duidelijk in. Maar goed, er zijn wel wat aanwijzingen dat wellicht wat kan helpen. Nou, medicamenteus, wat zou je kunnen doen? Wat we hier eigenlijk laten zien is de pijnladder van de WHO. En die bestaat uit verschillende stappen. En stap 1 is altijd paracetamol. Daar begin je altijd mee. En als dat niet afdoende werkt, dan start je eigenlijk een NSAID daarbij. Waarom doen we die samen? Omdat je hoopt dat je toch, als je al een deel de pijn met paracetamol kan behandelen, dat je minder nodig hebt van je NSAID's. Waar dus meer van die vervelende bijwerkingen en interacties aan vasthangen. Stap 3 is dan nog steeds die combinatie, bijvoorbeeld met een zwakwerkend opiaat, dus de tramadol te combineren. Stap 4 is nog steeds deze combinatie met een sterkwerkend preparaat. En dan kan je ook nog verder in andere toedieningsvormen.
Hier staat ook nog heel klein even de gel. Je kan ook NSAID's in een crème of gelvorm toedienen. Echter is het alleen geïndiceerd bij kleine gewrichten, want we weten als je dit op de heup smeert bijvoorbeeld, dan werkt het niet en het heeft geen bewezen effect. Maar goed, dus, en je kan, wat wel fijn is aan zo'n gel, is als het gewricht dus klein is en je zou het kunnen gebruiken, is dat je alleen lokale bijwerkingen krijgt op de huid en geen systemische bijwerkingen. Dus als mensen bijvoorbeeld hartfalen hebben en een nierfunctiestoornis, wat normaal gesproken dus een contra-indicatie is voor een NSAID, kan je hem dus wel in die lokale toediening geven. Dat is dan wel weer fijn. Nou, als laatste voorbeeld, of sorry, als tweede voorbeeld de neuropathische pijn. Wat is neuropathische pijn? Nou, neuropathische pijn wordt veroorzaakt door schade aan de zenuwen. En hierbij spelen die prostaglandines, waar we het steeds over hebben, geen rol. En eigenlijk heeft die neuropathische pijn niet echt een biologische functie. Het komt eigenlijk juist doordat er dus die schade is ontstaan. En die schade kan op heel veel manieren ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan metabool door diabetes. Veel patiënten krijgen daar op een gegeven moment last van. Maar ook traumatisch. Of bijvoorbeeld drukneuropathie, dus doordat er te lang een compressie is geweest op zo'n zenuw. Kan er allemaal voor zorgen dat mensen die neuropathische pijn, die zenuwpijn krijgen. Het is een hele vervelende pijn, want het is heel schrijnend en brandend. Het kan ook gepaard gaan met ook een verminderd gevoel en gevoelstoornissen. Het kan heel erg invaliderend zijn voor de patiënten, omdat het dus zo'n vervelende, schrijnende pijn is die ook voortdurend aanwezig is. En het gaat dan ook best wel vaak gepaard bijvoorbeeld met stemmingstoornissen, slaapstoornissen, maar ook vermoeidheid. Nou, de therapiekeuzes. Dus heel anders dan we net hebben gezien. Ik ga zo een beetje uitleggen hoe dat dan komt. Maar die kan je eigenlijk opdelen in bijvoorbeeld de antidepressiva, de tricyclische antidepressiva. En duloxetine, daar gaan we verder op in bij het college antidepressiva. Ook zie je hier de antiepileptica staan. Maar ook bijvoorbeeld een crème met capsaicine. Dat is de rode peper. Nou, hoe werkt dit nou allemaal? Gaan we even terug naar een tekening om het wat makkelijker te maken. Wat ik hier heb geprobeerd weer te geven is dat je dus normaal gesproken die pijngewaarwording doorgeeft. Bijvoorbeeld met die chemische stofjes bradykinine en prostaglandines. En die zorgen voor depolarisatie. Dus dat er een elektrisch potentiaal kan ontstaan in de zenuw. En die kan worden doorgegeven. Maar er zijn ook andere manieren hoe het lichaam dat doet. Onder andere capsaïcine is ook zo'n stofje die daarvoor kan zorgen. Normaal gesproken die zorgt voor depolarisatie. En dus pijngewaarwording. En we weten als je die capsaïcine juist gebruikt als middel tegen neuropathische pijn. Dan eigenlijk op een gegeven moment verzadig je deze manier van dit signaal doorgeven, waardoor die niet meer wordt doorgegeven. Dus eigenlijk overstimuleer je heel eventjes die receptor, waardoor je daarna juist geen geleiding meer doorgeeft. Dus dat wordt nog wel eens gebruikt als therapie. En hoe kan je dan bijvoorbeeld tricyclische antidepressiva verklaren? Nou, dit zijn even twee zenuwcellen naast elkaar weergegeven. En die geven dus elke keer een signaal aan elkaar door. Deze opening hier tussen wordt de synapspleet genoemd. Dit is wel heel versimpeld weergegeven, maar aan het doorgeven van signalen heeft jouw lichaam ook een manier gevonden om dat soms te remmen, of in ieder geval te moduleren. Maar hierbij zijn het dus remmende manieren om dat signaal af te remmen. Dat kan jouw lichaam doen bijvoorbeeld door van zichzelf eigen soorten opioïd-achtige stofjes af te geven, maar ook door noradrenaline en serotonine. En dat zijn nou precies de twee stofjes die met antidepressiva eigenlijk worden gemoduleerd. Dus zo kan je verklaren waarom je dat soort middelen ook kan gebruiken. En verder hadden we dus ook nog even de anti-epileptica genoemd. Hoe werken die dan? Onder andere kunnen die gabapentine en pregabaline, die kunnen die GABA-concentratie wat verhogen. Remt dus ook. Maar carbamazepine is bijvoorbeeld weer een membraanstabilisator. Dus die blokkeert het natriumkanaal, waardoor je dus het signaal uiteindelijk die depolarisatie niet goed kan plaatsvinden en niet goed doorgeeft. Dus zo heb je verschillende manieren om die neuropathische pijn aan te pakken. En dat is dus heel anders eigenlijk wat we zien dan die pijn of die analgetica die we eerst hebben behandeld, de paracetamol, NSAID en de opiaten. Nou, welke kiezen we dan bij neuropathische pijn? Wat is dan je eerste keus? Dat is heel erg afhankelijk van het soort neuropathische pijn. We kennen bijvoorbeeld de trigeminus neuralgie. Dat is een bepaalde pijn in het gelaat, waarbij de eerste keus carbamazepine is. Maar bijvoorbeeld bij een diabetische neuropathie ga je eerder voor de duloxetine.
Nou, en weer bij andere soorten neuropathie ga je bijvoorbeeld dan voor de tricyclische antidepressivum. Dus dat kan, aan de hand daarvan kan je dat, verschilt de eerste keus, dat kan je goed opzoeken in het farmacotherapeutisch kompas. Dan migraine, het laatste voorbeeld van pijnbehandeling. Migraine wordt gekenmerkt door, kan worden gekenmerkt door ook nog prodromale verschijnselen. Dat zijn stemmings- en gevoelsveranderingen, de andere prikkelbaarheid of depressiviteit of overgevoeligheid voor bepaalde geuren. En waarbij je dan ziet dat mensen dus uiteindelijk een soort een hoofdpijnaanval krijgen. En vlak voor die hoofdpijnfase kunnen mensen nog een aurafase hebben. Niet iedereen heeft dat, maar waarbij je dus neurologische uitvalsverschijnselen hebt. Meestal heb je nog mensen last van de visuele aura. En het wordt dan gevolgd door een hoofdpijnfase die wel tot 72 uur kan duren. Waarbij ook nog foto- en fonofobie kan optreden. En sommige mensen hebben ook last van misselijkheid en braken. Niet medicamenteuze behandeling. Natuurlijk uitleg. Hè. Het is een hele vervelende aandoening. En waarbij mensen snel, als ze die aanvallen hebben, erg geïnvalideerd zijn. En het heeft dan totaal ook geen zin om heel erg flink te proberen te zijn en die klachten te negeren. Dat werkt juist heel erg averechts. Het is juist goed om bij die eerste verschijnselen van migraine rust te nemen. En als mensen weten dat ze bepaalde luxerende factoren hebben, dan proberen die natuurlijk zoveel mogelijk weg te nemen. Maar dat verschilt heel erg per persoon. Maar het is goed om daar proberen achterin te komen en daar toch aandacht aan te besteden. Deze behandeling van migraine kunnen we opdelen in aanvalsbehandelingen, waarbij het doel is de hoofdpijn weg te nemen. Of je kan ook onderhoudsbehandeling geven, waarbij je probeert zo'n hoofdpijnaanval te voorkomen. Dit is een goed overzicht van wat je doet in zo'n aanvalsbehandeling bij migraine. Dit is overgenomen van de NAG-standaard hoofdpijn. Wat je ziet is dat eigenlijk de eerste twee stappen zijn hetzelfde als dat stappenplan, de pijnladder van de WHO. Dus je begint met paracetamol. Eventueel kan je daar dus ook een NSAID bij geven. En als derde stap is niet de opiaten, nee, dat zijn de triptanen. Hoe komt dat nou? We denken dat die migraine, die hypothese hoe migraine kan ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. Maar we denken dat er een soort vaatspasmen zijn in de hersenen die zorgen voor die hoofdpijn. En triptanen zorgen juist voor vaatvernauwing en specifiek in het brein. We weten dat bij sommige mensen dit middel heel goed kan werken. Het nadeel is alleen wel dat die vaatvernauwing in het brein ook bijwerkingen gegeven elders in het lichaam voor vasoconstrictie, dus die vaatvernauwing. Dus de klachten daarvan als mensen het gebruiken zijn bijvoorbeeld dan ook pijn op de borst. Maar goed. Verder, wat ook nog wordt gegeven ten tijde van een aanval, zijn antiemetica, dus antimisselijkheidsmiddelen. En dat wordt gegeven dus als mensen überhaupt last hebben van die misselijkheid tijdens zo'n aanval. Daar kom ik zo. Dus bij zo'n aanval start je dus bij het begin van de hoofdpijn met paracetamol, een NSAID of een triptaan. En als je misselijk bent, dan kan je zo'n antiemeticum toedienen. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk om te overwegen of dit handig is, want een antiemeticum vertraagt de maaglediging. Dus als jij een pijnstiller hebt genomen en die wordt vertraagd opgenomen, dat is natuurlijk vervelend, want dan tackle je die hoofdpijn niet goed. Dus daar kan je bijvoorbeeld voor kiezen als mensen hier zodanig last van hebben van die misselijkheid of van dat braken, want het heeft natuurlijk ook geen zin als jij die pijnstilling weer uit zou braken. Dus dan is het ook, kan je bijvoorbeeld een rectale toediening geven van die antiemetica. Dat is dan bijvoorbeeld een goede oplossing. Bij iemand die twee of meer aanvallen per maand heeft, dan kan je ook overwegen om dus die onderhoudsbehandeling te geven. Dan hoop je natuurlijk die aantal aanvallen in ieder geval te halveren. Stap 1 is hierbij beta-blokkers. Die kennen we van de antihypertensiva. Die werken ook heel goed als zo'n aanval te voorkomen. Stap 2 zijn de anti-epileptica en stap 3 zijn weer die TCA's, die tricyclische antidepressiva's. Alleen steeds vaker en steeds meer onderzoek wordt ook gedaan naar of candesartan, die kennen we ook van die antihypertensiva, niet handig is als onderhoudsbehandeling. Omdat migraine komt op elke leeftijd voor en veel jongeren hebben er ook last van. En die klagen vaak bij beta-blokkers over vermoeidheid en dat het ook vervelend is bij het sporten. Dus dan kan dit nog wel een uitkomst bieden, zeker gezien als vrouwen last hebben van vruchtbare vrouwen, antiepileptica kan natuurlijk altijd of niet mogen of heel veel voorzichtigheid bij is geboden om dat voor te schrijven. Dus vandaar dat het wel een fijne uitkomst is als dit, hier wordt in ieder geval veel onderzoek naar gedaan en soms ook al voorgeschreven.
Veel informatie. Ik wil even afsluiten met een casus. Om een beetje een idee te geven. Hè, wanneer pas je dit nou toe, al deze kennis? En hoe zit dat dan in de praktijk? Nou, het gaat om mevrouw De Wit van 76 jaar. Zij heeft in de voorgeschiedenis diabetes type 2. Daarvoor gebruikt ze metformine, simvastatine en heeft zij leefstijladviezen gekregen. Ze is bekend met hypertensie. Daarvoor gebruikt ze lisinopril. Dat is een ACE-remmer. En ze heeft artrose in haar linkerheup. En daarvoor heeft ze al een tijdje paracetamol. Waarvoor ze 500 milligram eenmaal dagelijks gebruikt. En ze is ook bekend bij de diabetes met een verminderde nierfunctie. Namelijk met een EGFR van 34 milliliter per minuut. Verder heeft ze geen allergieën. Ze intoxicaties zijn roken, dus 3 sigaretten per dag. En ze gebruikt 1 glas alcohol per dag. Nou, in jouw anamnese komt naar voren dat ze dus bekend is met artrose. En ze slikt dus die paracetamol. Maar eigenlijk heeft ze de laatste weken weer meer pijn van die linkerheup. En nou, dus die kenmerkende pijn, hè, dus 's ochtends als ze uit bed komt of uit een stoel. En dit, op dit moment wil ze absoluut geen operatie van haar heup. Dat hebben we misschien net niet goed behandeld, maar je kan tegen artrose dus vervanging doen van het gewricht, bijvoorbeeld met een knieprothese of een heupvervanging. Maar dat is natuurlijk wel een ingrijpende operatie. Sommige mensen hebben dat, zoals mevrouw De Wit, die willen dat liever niet. Nou goed, dat kan. Aanvullend onderzoek, dus jouw lichamelijk onderzoek. Aan de longen, hart, abdomen hoor je geen vind je geen afwijkingen. En in de linkerheup hoor je inderdaad crepitatie bij het passief bewegen. En is zij pijnlijk bij flexie en extensie. Maar endo- en exorotatie geeft geen bijzonderheden. Je ziet geen roodheid, warmte of stansafwijkingen. Hè, dus je ziet niet zodanige ontsteking aan de buitenkant. En stansafwijkingen, dan weet je in ieder geval zeker dat de heup, of in ieder geval, er is geen aanwijzing dat de heup gebroken is. Verder heeft zij een BMI van 26,6 en die nierfunctiestoornis waarmee ze al bekend was. Nou, je stelt de werkdiagnose coxartrose. Dit is gewoon een cox is een ander woord voor heup. Dus artrose in de heup. Nou, dat had ze natuurlijk al, maar die huidige pijnstilling is niet voldoende. Nou, dan is de vraag, wat kan je zo'n mevrouw, hoe kan je haar dan helpen in deze pijn? Nou, dan beginnen we dus altijd. Het therapeutische doel is dus dat je die pijn wil verminderen, in ieder geval dat ze wat meer weer mobiel wordt en minder beperkt. Dit kan je dus door opties hiervoor zijn, niet medicamenteus. Hadden we net al bedacht, hè, dus die, je zou kunnen kijken naar afvallen, fysiotherapie. Nou, die heupprothese is eigenlijk ook niet medicamenteus, maar die wil ze dus niet. Medicamenteus, dan komen we dus weer bij die pijnladder, waarbij de eerste stap paracetamol was. Nou, die gebruikt ze al, maar je zou bijvoorbeeld 5 maal daags 1, zou je bijvoorbeeld ook nog kunnen veranderen naar 3 maal daags 1000 milligram. Hoger mag dus niet, want als je chronisch paracetamol gebruikt, dan wil je liever maar een maximale dosering van 3000 milligram per dag. En dat heeft dus weer te maken met die toxiciteit voor de lever. Nou, wat kon je dan ook weer nog meer doen? Ik ga jullie een klein beetje op weg helpen. Maar verder moet je hem zelf oplossen. Die stap 2 was dus de NSAID's. Maar daarvan wisten we dat hij dus gecontra-indiceerd was bij ACE-remmers. Nou, lisinopril is een ACE-remmer, dus dat mag mevrouw helaas niet hebben. En verder heeft ze ook nog eens die slechte nierfunctie, dus dat op zichzelf is ook al een contra-indicatie. Die gel waar we het over hadden, had gekund als het niet ter heup was, want de heup is dus bewezen niet effectief. Dat is eigenlijk te groot oppervlakte, dus dat kan helaas niet. Dan kom je eigenlijk dus al op stap 3, namelijk die paracetamol. Met een, want die NSAID mag niet, dus alleen die paracetamol met zwak werkend opiaat. Of die paracetamol met een sterk werkend opiaat. En daarom moet jullie dus kiezen wat je handig vindt. Hè. Het is een mevrouw van 76. Is het dan handig om tramadol te kiezen, daarbij te starten? Of liever toch morfine? En waar moet je dan allemaal aan denken als je zulke preparaten voorschrijft? Denk aan die bijwerkingen, denk aan die obstipatie. Maar vergeet ook nooit bij morfinepreparaten of bij opiaatpreparaten altijd te kijken of iemand er nog mee mag autorijden. Dat kan je controleren op rijveiligmetmedicijnen.nl. Nou, ik heb je nu behoorlijk op weg geholpen. Probeer voor jezelf te bedenken wat jij zou willen doen. En alles kan je nog, als je meer wil verdiepen in de stof, kan je nog op het farmacotherapeutisch kompas kijken. Daar staan deze 3 aandoeningen die ik heb gebruikt als voorbeeld ook. En dan kan je nog alle stroomschema's door. En verder, als er nog vragen zijn, kunnen jullie dus ook naar de website van Recipe. En ik wens jullie heel veel succes nog verder met deze cursus. En dat was hem.